storen. Ah, hallo. Hallo, hey. Dat is een verrassing. Verontschuldiging voor ons onaangekondigd bezoek. Dankjewel. Dat is iets dat krijgen we veel te weinig. Dankjewel. Zo, eens proeven. Oei, het is met champignonnen. Het is wel speciaal. Dames en heren, bij ons nu net binnengewandeld in de studio. Wel een beetje een verrassing. Nathan, Rebecca en Lennart. Lennart, het is met een A. Lennart, sorry. Nathan, Rebecca en Lennart. Jullie komen blijkbaar reclame maken voor een nieuw programma. Ja, klopt. De Zeven van Nathan. Inderdaad, De Zeven van Nathan is een nieuw programma, binnenkort bij VTM Kazoom, waar wij telkens opnieuw op zoek gaan naar zeven manieren... Oei, sorry. Dat was luid. Sorry. Ah. Ja, dus zeven manieren, tips, oplossingen om bepaalde situaties... Jongens, alsjeblieft. Zeven manieren inderdaad om altijd verschillende situaties op te lossen. Bijvoorbeeld... Lennart. Ik heb hier niks mee te maken, Nathan. Rebecca? Nee, ik ook niet. Nee. Ja, sorry. Ik was het, denk ik. Even. We kunnen misschien direct zeven manieren geven om scheten weg te werken. Bijvoorbeeld door luid te hoesten. Hoesten. Ja. En dan hoort je... Sorry, jongen. Ik denk even dat ik naar het toilet moet. Ja, ik ook. Oei. Het is van die donuts. Donuts? Jongens, gaat het wel? Wat? Zeg, als schimmelkaas geen kwaad kan, een schimmel donut ook niet zo. Dames en heren, vergeet vooral niet te kijken naar De Zeven van Nathan vanaf 10 oktober om 10 uur 's ochtends. Op VTM Kazoom. Met ons. Inderdaad. En dan gaan we nu een leuk muziekje opzetten. Hoe zet je hier een liedje op? Ik weet het eigenlijk. Nee, wacht. Ah ja, het is muziek. Oké, dames en heren, salutjes en tot een volgende keer. Tot Dag. Zaterdag 29 oktober, 10 uur. En hoe zet je nu die micro af? Ja, dan moet je hier gewoon van afdragen, denk ik. Nee.